kunnen het allemaal dromen. Het stationsplein. Met het monumentale station op de achtergrond en een kaalplein ervoor omringd door taxis. En Anton natuurlijk, die ons allemaal een goede reis wenst. In tientallen jaren is het nauwelijks veranderd. Maar over een paar jaar wel, want zo gaat het plein er in de toekomst uitzien. Met boompjes, zitjes, de Gender en een enorme fietsenkelder. Het wordt echt een plek voor de voetgangers die aankomen of vertrekken. En dan ontstaat er een prachtig groen bloemendek. Waar mensen onder kunnen zitten in hele hete dagen. Of aan de Gender, omdat we dat water ook echt een beetje het plein op laten komen. Een groen plein met bomen bovenop een fietsenkelder tussen de hoogbouw. Kan dat wel lekker groeien, kun je je afvragen. We hebben natuurlijk prachtige voorbeelden in onze stad, zoals het Clausplein. Waar we hebben laten zien dat die vergroening in de binnenstad kan. En ik denk dat het steeds duidelijker wordt dat die vergroening in de stad ook moet. En Anton, die krijgt een nieuw plekje aan de zijkant van het station. Eigenlijk midden op het plein waar mensen langslopen, waar mensen zitten. En dat is denk ik ook een hele eervolle plek om Anton straks neer te zetten. 2026, dan gaat de eerste schop de grond in voor het nieuwe stationsplein. Wanneer het klaar is, durft de gemeente nog niet te voorspellen.